Deze nieuwsuitzending is in de serie Weltschmerz. Wereldsmart. Pijn vervult mijn hart. Ik ga het hebben over het gezin. En ik open eens een keer met een mooie Bijbeltekst, want ik ben de trotse eigenaar van een Statenvertaling. Bijbel. Jawel. Zo'n hele originale. Door last van de hoogmogende heren, Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Dat is het Nederlands van het begin van de 17e eeuw. Prachtig Nederlands. Dan lees ik een stukje voor. En dat staat in Genesis 2 en dat heet het huwelijk. Ik ga niet heel dat stuk voorlezen. Maar ik pak er even de twee laatste versen uit. Dat is dan Genesis 2 vers 24 en vers 25. Gaat-ie. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet. Het gezin. Er is zo'n christelijke partij geweest. En die had als credo: het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want een hoeksteen voor een gebouw, ja, hoeveel hoekstenen heb je nodig? 4 of zo? Het lijkt mij dat het gezin de stenen zijn van de samenleving. Ik ben zelf het hoofd geweest, tenminste, zo voelde ik dat. Het bleek uiteindelijk reuze mee te vallen. Ik moest even de microfoon bijstellen hoor. Het hoofd geweest van een gezin. In die zin, ik droeg mijn verantwoordelijkheid. Ik had helaas geen zeggenschap. Dat lag bij de moeder, de zeggenschap. En die had geen verantwoordelijkheid. Dus beter gezegd, die vrouw had een grote mond en ze deed niks in huis. Ja, buitenshuis, wat deed ze dan? Ja, rode wijn drinken met vriendinnen. En zij was dan een soort lesbisch of zo. Want die vriendinnen van haar, die hadden allen een penis en een balzak. Maar het waren haar vriendinnen. Zo moest ik dat zien. Dus vandaar dat ze intiem met die mensen omging. Zonder dat ik jaloers hoefde te worden, want het waren immers alleen maar vriendinnen. Ze was weliswaar in die zin lesbisch, maar... ja, volg de logica maar even. Dat gezin is kapot, natuurlijk. Dus ik heb het van twee kanten gezien. Ik heb gezien dat toen het gezin tot stand kwam, hoe ontzettend positief dat was voor de omgeving. Niet alleen de buurt, maar ook de familie. En ook de collega's op het werk. Je hebt een soort van thuisbasis waar mensen welkom zijn. Ja, waar het in eerste instantie rook naar baby. Een baby heeft een bepaalde lucht. Een beetje zoete, ja, van zoete poeplucht. En een baby raakt zonder meer heel lekker. Zou er door God zo verzonnen zijn van ik schep de mens
zodat hij als baby lekker ruikt. Dan wordt hij extra vaak geknuffeld. Omdat hij zo lekker ruikt. Dat geeft een positief gevoel. Dat zag ik heel duidelijk. Het gezin begon voor mij toen ik 40 was. En het stopte toen ik 50 werd. Zo'n beetje. Met 10 jaar heb ik daar in de rondte gewandeld. En voor die tijd was ik zo'n typische... ik reed 40.000, 50.000 kilometer per jaar. En ik werkte 40, 50, 60 uur in de week. Ik verdiende een aardig salaris. Of salaris, ik was eigen baas. Maar er kwam nogal wat geld binnen. Waar ik nauwelijks de tijd voor had om het uit te geven. Anders dan aan onzin. Ik zag mijn familie wel. Maar nou, niet veel. Mijn vader die vierde zijn verjaardag nooit. Mijn zus die viert zijn verjaardag, viert haar verjaardag niet. Mijn moeder dan wel. En die wilde dan ook wat met kerst natuurlijk. En dat was het dan. Ja. En mijn verjaardag... nee. Ja, soms, als ik er zin in had. Maar het stelde niks voor. Is het op zich natuurlijk niet erg, maar... Het maakt je heel individueel. En mijn zus heeft ook geen gezin. En nou, mijn ouders die zijn gescheiden. Ja. Iedereen leeft een beetje voor zichzelf... En toen kwam dat kind van mij, dat is inmiddels 19. En toen veranderde de situatie. Ja, mensen wilden langskomen. Ik wil het kind komen bekijken. Ja, en vervolgens ga je verjaardagen vieren. En ons kind was jarig op 21 december... Dus op de gedoodverfde datum, als je dat nog weet, 21 december 2012. Dat was toen zo'n datum, hè? Het einde van de Maya-kalender of zo. Maar precies op die dag werd mijn kind 13. Dan dacht ik, goh, wat toevallig. Ja. Nou, dit is dus midden in de decembermaand en dan zijn er al zoveel van die festiviteiten. Sinterklaas en kerst. Een neefje en een nichtje van haar waren ook in december jarig. Een oudejaarsavond. Dus toen hadden wij besloten, of ik had dat in feite besloten. En zij vond het een keertje goed wat ik voorstelde. Was om de verjaardag van mijn kind, ons kind, twee keer per jaar te vieren. Eén keer op 21 december. En dan één keer op 21 juni. En op 21 juni, dat is de zomerzonnestilstand. 21 december is de winterzonnestilstand. En dan bij de zomerzonnestilstand de verjaardag weer te vieren. Maar dan het kinderfeest. En dan in de winter geen kinderfeest. Alleen maar voor de familie. Nou, dat zijn al twee feesten per jaar. Nou, mijn verjaardag vierde ik dan ook stelselmatig. Echt elk jaar. En mijn vrouw, toen mijn wettige vrouw, die vierde dat ook. Nu heb je dus vier feesten per jaar. Pats, in één keer. En iedereen lekker op bezoek komen, man. En ik hield met alle bezoekers hield ik rekening. Want die ene die lustte graag een hete curry. En die andere, ja, graag liever niet. En de ene die wil graag, weet ik veel, mango sap. En de ander wil graag een droge witte wijn. En Gert, ja, die is nou overleden. Die wilde graag sterke drank. Nou, ja, mango sap, dat hoeft van mij niet. En witte wijn vind ik ook niet interessant.
Maar sterke dranken, ja. Toen dronk ik nog. Inmiddels niet meer, maar toen nog wel. Ik vertel me dit soort anekdotische dingen om een beeld te schetsen van wat het gezin inhoudt. Het was een plek waar altijd iemand thuis was. Ja, tenzij we met z'n allen de deur uit waren, maar in principe was er altijd iemand thuis. Nou, of je moet werken, ja, dan ben je allemaal weg, maar... Maar zo 's avonds, ja, als het kind naar bed gaat, en die moeder ging vaak de deur uit. Maar dan was ik thuis, voor het kind natuurlijk. Dus je kon altijd bellen. Aan de voordeur, met de voordeurbel of met de telefoon. En als ik een keer de deur uit moest, ja, dan was die moeder was thuis. En dat creëert dus een stabiele plek. Er gebeurden allemaal positieve dingen doordat mensen elkaar regelmatig zagen. Je creëert als het ware sociale verbanden of je verstevigt ze. Maar ik voelde me erg trots toen het goed ging. Die moeder deed niks in huis, dat was heel vervelend. Maar ik had het voor mekaar gekregen dat ik een werkster onder mijn hoede mocht. En eens in de 2 weken werkte ik samen met de werkster. En toen konden we het prima voor mekaar krijgen. Zij werkte lekker door. Was een heel prettig, positief iemand. Nooran. Ik weet niet hoe ze van de achternaam heet. Zij is de middelste van 3 zussen. En haar jongere zus, dat is een slimmerik. Shazia. En haar kind zat in de klas bij ons kind. Het is allemaal heel toevallig hoor. Dat is, niet zo, het is niet via Shazia geregeld. Maar daar kwam ik dus later achter. Van, oh, jouw zus is Shazia. Oh, Sammy. Dat was dat zoontje dan. Van, ja, die zat bij onze dochter in de klas. En die oudste zus, die heette Fatma. En dat was een hittepetit, man. Oh, maar wel een aardige hittepetit. Een ontzettend grote mond. Daar kon je wel van lachen. Dat. En die had een dochter. En nog even, dat zijn dus Turkse mensen. Nooran, Shazia, Semi, dat is allemaal Turks. Fatma is ook Turks. En de dochter van Fatma, dat is van die oudste zus, die heette Honing. Dat weet ik nog. Maar dan ook de Turkse naam voor honing. Ik kan het nu even opzoeken bij de translate.google. Maar ik vroeg dus wat betekent. Die naam die ken ik niet. Ja, ze betekent honing. Nou, zo zag ze er ook uit. Oh, wat een mooie meisje. Zo had ik net al. Die had groene ogen. Dat zie je niet veel. Donker haar natuurlijk. En een beetje een tintje, ja. Oh, wat een mooie meid. Die werd op school gepest omdat ze... Ja, ze zag eruit als Miss Turkije. Of Miss Istanbul. Of Miss Bodrum. Die familie die kwam uit Tosja. Anyway... Nooran, dat was de middelste. En die werkte dan het meest bij ons. Als Nooran niet kon, dan kwam een van die andere 2. Dus er was altijd een schoonmaker. Ja, het huis was prima. Echt. Oh, dat was een lekker man dat Nooran er was. Die was altijd om 8:50 was ze er al. Meid, waar ben je vroeg? Ja, zei ze. Ik was thee zet. Jij lekker douche met kind. Ze kon niet zo goed Nederlands. Ze was zeg maar een beetje, misschien, ik zeg een beetje achterlijk, een beetje. Want de jongere zus, ja, die kletste 100 uit in het Nederlands. Zij had er een beetje meer moeite mee. Maar goud eerlijk. Oh, een lief mens. En kon lekker schoonmaken.
En daar kon ik leuk mee kletsen en mee gaan lachen. En zij heeft mij nog geleerd hoe je la ila ha ila la. Hoe je dat uit moet spreken. Zij kon een beetje Arabisch. Haar vader was de imam van het dorp. Niet betaald of zo, maar in functie. Dus, hoe moet je dat zeggen? Iedereen behandelde hem als de imam. Hij was geen imam, hij was niet lid van de club of zo. Hij was een Koran-kenner en hij kende Arabisch. Iedereen had respect voor haar vader. En Tosja is een klein dorpje in het midden van Turkije. Een dorpje rondom een bron. Dus in de supermarkt in Tosja, als er al een supermarkt was, daar verkochten ze geen water. Dat was niet nodig. Iedereen haalde het water uit de bron. En de bron stond midden op het kerkplein. Of beter gezegd, of het kerkplein. Het plein was gevormd rondom de bron. En daaromheen de huisjes. En daaromheen, ja, je kent het wel. Heerlijk vond ik het. Ja. Niet in Tosja, maar hè, met Nooran een beetje schoonmaken. En alles lekker aan kant en een vrijdagmiddag, hup, naar mijn werk. Een beetje zeuren tegen de collega's. Een beetje zeuren tegen de klanten. En dan kwam ik 's avonds thuis en het huis was nog steeds schoon natuurlijk. Oh, heerlijk man. Maar ik heb echt met volle teugen genoten van die periode. Super fijn. Die rust die dat uitstraalt met zo'n kindje in huis. En wat me opviel is dat de omgeving dan wel allemaal langskomt en het allemaal heel wat normaal vindt. Dat ze, ja, daar kan je zo naar binnen vallen. Dan kan je altijd thee drinken. Dat vonden ze allemaal best. Maar ze hadden geen respect voor het gezin. Dat viel mij op. Ik weet nog, dan hadden we een verjaardag. En dan zo'n verjaardag, nou, dat begint dan voor mij om ja, 's morgens vroeg al. Dan moeten allemaal boodschappen gedaan worden. En ook nog een beetje koken nog. Ik was al de dag van tevoren of 2 dagen van tevoren al begonnen met het voorbereiden van het eten. Want wij begonnen dan het hele festijn om 3 uur 's middags. Voor de mensen met kinderen. En het eindigde dan een minuutje of 9 uur, 9:30 s'avonds. Dus alles bij elkaar, 5 uur lang was het feest. Nee, al iets langer, 3 uur tot 9 uur, ja, 6 uur. 6 uur lang, echt feest. En dan ben je back off, hè. Een minuutje of 6, allemaal lekker eten. Nou, weer een koffie en Gert natuurlijk lekkere schnaps, wat je maar hebt. Hè. Geinige whisky of zo. Ja, Gert en zijn vrouw Christine, ja, die hadden geen kinderen, dus die kwamen niet om 3 uur. Die kwamen nog een uurtje of 5, 6, zo vlak voor het eten. En Gert die lust hete curry, grote pan met rijst. Hè. Nou, dan was het 9 uur, waren de, zo'n beetje, ja, de laatste die waren pleiten gegaan, 9:15, uitzwaaien nog, en, tot de volgende keer. En dan zat ik dan totaal uitgeblust in de keuken met mijn wettige echtgenoot. En dan zat er nog 1 vrouw, die woonde ergens in de buurt, en die zat nog lekker te kwemmelen. En toen zei ik tegen haar, van goh, het feest is voorbij. Er waren misschien wel 30 mensen geweest. Ja, allemaal druk doen en allemaal glaasjes inschenken en heen en weer. En die gaan allemaal vragen stellen. En hoe gaat het met dit en hoe gaat het met dat? En dat is allemaal hartstikke gezellig. Maar na 6 uur heb ik de pijp vol. Hè? Ten meer dat ik 's morgens vroeg al begonnen ben. Met boodschappen doen. En dan ben ik toch, reken maar, vanaf 9 uur tot en met, dan ben ik 12 uur bezig geweest. Geen moment op mijn reet gezeten. Oh, dan geef ik dit doen. Oh, dan geef ik dat doen.
nog even het tafelkleed strijken, want dat ziet er wat leuker uit. Het is een leuke tafel met allemaal lege glazen erop en wat flessen en zo. Iedereen het gewoon zelf kan pakken. Nog even het tafelkleed strijken. Dan zei ik tegen die vrouw van, het is mooi geweest, hè? Het is de hoogste tijd. En zij zei doodleuk, ja, dat kan wel zo zijn, maar ik vind het nog gezellig. Respectloos vind ik dat. En toen de moeder van mijn kind echt, die ging hele gekke dingen doen. En met andere kerels naar bed, ook dat nog. Ja. Nou, dat heb ik in de familie kenbaar gemaakt. Iedereen stak zijn rechter wijsvinger in zijn rechter neusgat en keek naar het plafond. En vroeg zich af van, zou dat niet een leuk onderwerp zijn om het over te hebben? Dat stelde mij erg teleur. Zowel van mijn schoonfamilie als van mijn eigen familie. Als van de mensen in de buurt die wisten wat die vrouw aan het doen was. Walgelijk, vond ik dat. Want ik zag hoe mooi dat gezin was. En dat verdient respect. Snap je? Alles wat mooi en daarmee teder is, dat verdient bescherming. En toen kwam in 2009, toen zei de relatietherapeut tegen ons van hou er maar mee op. Het interesseerde hem ook geen donder. Ja. Vond ik ook verschrikkelijk. Wat heb je aan een relatietherapeut die zegt, nou ja, dan gaan we scheiden. En ik denk, wat ben je nou van een lul, man? Zo'n vent kost wel 90 euro per uur. Is dat dan alles wat zo'n vent te vertellen heeft? Ik heb nog tegen die relatietherapeut gezegd van, dat de vrouw in kwestie, die heeft een ernstig jeugdtrauma. En dat is te behandelen. Zo'n vrouw moet overtuigd worden. Dat moet er gebeuren. Haar moet verteld worden dat het noodzakelijk is. Dat ze er wat aan gaat laten doen. Dat hoort. Maar dat was niet zijn taak, vond hij. Hij was de relatietherapeut. En, ja, dat was het dan. Dacht ik, oh, zie dat zo? Ja, had ik net zo goed. Ja, dus al die moeite is dan voor niks, snap je? Mijn moeder ook zo heel lang, langmoedig. Van, oh, gaan jullie scheiden? Oh, ja. Ja, nou, ja, dus... ja, het recht van de vrouw, hè, om aan de noodrem te trekken. En, ja, ja, dus jij moet de deur uit. Ja, ja, nou, oké, dan doe je dat toch. Mijn moeder laatst een, ik zie je helemaal niet meer zo vaak, zo regelmatig. En de familie van je vader, die zie ik dan ook niet meer. En wanneer komt dat weer eens? Dan denk ik, ja, moeder. Hè? In de tijd dat je er nog wat aan kon doen, dat je van jouw kant probeert om dat gezin te behouden. Hè? Toen deed je niks. Je hebt het kapot laten gaan. Nou is dat gezin kapot. Ja, dan zijn die verjaardagsvieringen en al die andere feestjes die we hielden. Want we hielden ook kerstviering bij ons thuis. Ja, dat is allemaal weg. Dan moet je nou niet achteraf gaan lopen zeuren dat je de rest van de familie niet meer ziet. Jee. Toen je er nog wat aan kon doen, toen stak je je rechtervinger in je rechterneusgat en keek je naar het plafond. En dacht je, goh, zou Perry ook een leuk onderwerp weten om het over te hebben. Dit is wat ik gezien heb in de nabije omgeving van dat prachtige gezin. Met een bloem van een dochter. En ik verdiende aardig geld. Niet dat ik stinkend rijk was, maar ik kwam voldoende binnen.
Geldzorgen hadden we niet. Helemaal niet. Sterker nog, wij spaarden elke maand. €500 werd er per maand gespaard. Ja, maar dat tikt lekker aan, hè? Als er even 5 keer 12 is €6.000 per jaar. Sparen. En de vakantie, ja, dat kon gewoon, dat hoefde niet van de spaarrekening af. Nee, maar. De vakantie werd gepind. We gaan op vakantie en ik neem mee mijn pinpas. Ken je dat spelletje? Ik ga op vakantie en ik neem mee. Leuk spelletje. Gezonde mensen houden dat 7 ronden, of 7 items vol. Ik neem altijd van die gekke dingen mee, zoals een stoeptegel. Of een haarborstel met haren. Ziet voor je? Wat ilk. Ja. Een gebruikte tandenborstel. Met zwarte pitjes. Ierlijk. Ja, vakantie. Ik neem mee mijn pinpas. Een leuke vakantie gehad, man. Oh, 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 oh. Dan hadden we eens een plek in de Périgord. Dus, waar die grotten van Lascaux ook zijn. Waar de rivier de Dordogne stroomt. Met Périgueux als hoofdstad. Daar gingen we naartoe. Hadden we een leuke camping. En die mensen die de camping runden, dat waren Nederlanders. Ton en Karin. Daar zijn we 3 keer geweest. Hallo. Ja, je kent elkaar dan, hè? Niet dat we korting krijgen of zo, maar je kent elkaar dan. Zo. Ja, dat is een leuke camping. Leuke vakanties. En ook zijn kind naar school brengen. Dat is een feest, man. En je kind van school halen, dat is een dubbel feest. Met je kind naar het zwembad. We hebben 5 jaar lang met het kind naar zwembad De Koppel geweest, hier in Arnhem. Iets meer dan 3 kilometer fietsen. En dus ook weer terug. Ja, ik fietste wat af in die tijden. Alleen, het zwemmen al was er toch echt wel zo'n beetje, alles bij elkaar, 7 kilometer per week. Leuk, man. Maar geen respect. Anders ben ik van, joh, nou, er is een gezin. Oh, joh, nu. Oh, je hebt al goed zich gescheiden. Oh, ja, nou, is modern. Ja. En ons kind huilen, jongen. Oh, 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 oh. Echt verschrikkelijk. Vond ik het. En de omgeving helemaal niet, hè. Met name de mannen, die dus... ja, haar vriendinnen waren, die dat gezin mede naar de Rajmodee hebben geholpen. Ja, dus iets van, nou, die scheiding, dit is juist hartstikke leuk. Ik heb jullie kind nog nooit zo blij gezien als sinds de scheiding. Dan denk ik, ja, lul. Waar was jij toen zij al die huilbuien had, hè? Ja, daar ben ik er echt teleurgesteld over. Over het gedrag, de houding van de mensen in de directe omgeving. Hè? Ja, dan heb je het beeld van de gezin, de houding naar het gezin toe. Vanuit de samenleving. Vanuit de politiek. Dat is net zo erg. Er is geen enkel respect meer voor. Kijk maar naar de tv-programma's, alles. Kijk maar naar kinderseries. Ja, toen zo'n serie op de Amerikaanse tv en die heette The Brady Bunch.
Maar het ging om een weduwe en een weduwnaar, als ik me goed herinner. En die hadden allebei 3 kinderen. En toen kwam er een gezin met 6 kinderen. En die gingen dan ook nog, die hadden een muziekband. Zo. Elke uitzending was er wel een muziekje. Dat was wel leuk. En de Flintstones. Hè. Ja, dat waren gezinnen. Hè. Die buren, die hadden dan Bam Bam. Maar kijk je nu naar de tv, wat zie je dan nog? Het viel me op, het was bij Netflix, had je zo'n serie, Arne Dahl, Zweeds denk ik. En tijdens dat die serie loopt, dan krijgt dat stel, krijgt huwelijkse problemen. En die vrouw die pakt de koffers en die gaat dan pleiten en bla 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 bla. Terwijl die man helemaal niks fout heeft gedaan. Er wordt wel gedaan alsof die van alles fout doet. En die vrouw van, ja, maar ik wil aandacht. En ik wil... Ja, dat is niet de taak van de man. Hè. De taak van de man is om te zorgen voor het inkomen. En de bescherming van zijn vrouw. Dus een functie die je hebt als man. En de vrouw moet een man steunen. Dat is erg belangrijk. Ja, zij had ook een eigen baan en hij had een eigen baan. En ik weet niet of ze ook nog een kind hadden. Nee, daar word je niet zo blij van. Van dat soort beelden die ik zag in die film Arne Dahl, of serie is het. Een Netflix original series. Het beeld is... ik moet zeggen, besmoetst. Zo. En daar zit een agenda achter. Dat wordt met opzet gedaan. Weer een tijdje terug hoor, dat mijn dochter zei tegen mij: ik word geen huismoeder. Dat zei ze. Nee, mevrouw gaat een carrière beginnen. Want dat is modern. En ik vind dat geen goed idee. Kijk, het zorgen voor een kind, dat is nodig voor een periode van 14 jaar. 14 jaar lang ben je er intensief mee bezig. En daarna, dan gaan ze al hun eigen gang, hoor. Dan willen ze na het eten, willen ze buiten spelen. En in het weekend, dan gaan ze naar een vriendje. Van een vriendinnenclub of zo. Dat is met mijn dochter ook, hoor. Was het weekend bij mij en dan zaterdag. Ze zei, ja, vanavond gaan we film kijken bij Eva. Ze zei, oh, wat leuk. Wat denk je erom voor het donker thuis? Ja, pop. Maar ja, dan was het zomer. En kwam ze om 10:00, 10:30 of zo, kwam ze thuis. En dan ging ze naar de kamer en dan nog eventjes Instagrammen of WhatsAppen of whatever. FaceTime of zo. Ik vond het wel leuk. Hoe zo'n kind dan zelfstandig wordt. En dan heb je er helemaal... wat moet je ervoor doen? Een beetje eten koken. Ja, dit zit. En voor die tijd, elke avond samen tanden poetsen, bijvoorbeeld. En voorlezen voor het gaan slapen. Ja, dan ben je echt bezig met je kind. Iedere ochtend ontbijt maken. Stond ik om 6:00 op, hoor. Dat was na de scheiding. Hè,
bij die moeder thuis. Oh, die was zo vervelend in de omgang. Maar toen ik hier woonde, vanuit die gescheiden situatie, toen konden mijn dochter en ik samen bepalen hoe later opgestaan werd, in plaats dat die moeder dat de hele tijd brulde. Nou, stond ik om 6 uur op en hup, naar de keuken. En dan werd ik veel worsties braden. En, weet je, mijn scrambled egg erbij. En, een stukje toast. En, een glas met mangosap. Vond mijn dochter erg lekker. En voor mijn eigen dan een pot koffie. Ging ik weer lekker naar bed. Lekker koffie drinken en dan viel ik weer in slaap. En mijn dochter die ging dan om 7:30 of zo de deur uit. Dat heb ik heel vaak niet meegemaakt. En dan werd ik om 8 uur wakker. En dacht, oh, was het huis was leeg. Mijn dochter was naar school. Maar vanaf het 14e jaar, ja, kom op. Dan werd ze echt heel zelfstandig. Als je je kind goed opvoedt, ben je met het 14e klaar. Dus je moet 14 jaar lang zorgen voor je kind. En als je er 3 hebt en je krijgt ze een beetje vlak na elkaar. Ja, en als de eerste 17 is, ja, dan, en de jongste is 14, ja, dan kan je al. En dan kan je gaan werken als je dat wil. Hoeft niet, maar het kan wel. Dat is toch leuk? Ik heb mijn dochter ook voorgerekend. Ze is nu 19 en de opleiding is af als ze 22 is. Nou, ik neem aan dat ze gelijk een baan krijgt, want ze doet iets in de sociale pedagogische hulpverlening. Nou, dan zitten ze te springen om personeel. En zij heeft een hbo-opleiding, dus moet kunnen. Nou, een paar jaar werken en dan hopelijk een vent tegenkomen die betrouwbaar is. Elke dag onder de douche gaat. Nou, stel dat je 25 bent en heb je je eerste kind. En, nou, als je dan 39 bent, is dat kind 14. Nou, als je dan 42, 43 bent en stel dat je 3 kinderen hebt, hè, dan is de jongste 14. Nou, dan ben je 43 en dan kan je weer gaan werken. Met je, ja, je diploma blijft geldig. Dan kan je nog werken van je 43ste. Nou, zij zal dan moeten werken tot de 73ste of zo. Zo die pensioengerechtigde leeftijd, die schroeven ze lekker omhoog. Kan ze nog 40 jaar werken? Nee, 30 jaar. Van 43 tot 73. En misschien zelfs voor die tijd, een beetje deeltijd, baantje of zo. Maar waarom zou je het doen? Ja. Voor je sociale contacten? Nee, die heb je ook als je zorgt voor een gezin, hoor. Je genoeg sociale contacten. Tenminste, dat heb ik ervaren. Je ziet genoeg mensen op een dag. En die willen allemaal wel even een praatje maken. Zelfs meer dan ik. Ik denk van ja, ik moet er weer vandoor. Oh, wat ziet je kind er goed uit? Hoe oud is het nou? En hoe gaat het op school? Ja, bla bla, bla 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 bla. Ja, het zegt mij niet zoveel, hè? Dat geklets. Maar voor je sociale contacten, ja, daar hoef je niet voor te gaan werken. Dat nou. Dat heb je ook als je zorgt voor een gezin. Ja. En de waarde van het gezin voor de kinderen, die is, dat is onbeschrijfelijk. Dat is niet te formuleren. Als je dat uit wilt drukken in euro's, dan kom je niet uit. Je kan zeggen, die waarde, die is alles. Is alles wat er is. Voor een kind. Jazeker. Is
zonder meer. Een papa en een mama die harmonieus met elkaar omgaan. En dat je zo mooi, dat je een goede taakverdeling hebt. Snap je hem nog? En dat ontbrak dus bij ons gezin. Dat is jammer. Ja, daar kan ik daar niks aan doen, hè. Daar kan je als man niks aan doen, in je eentje. Ja, als die vrouw niet bereid is om jou als man, die mannen, als vader, die mannenrol te laten vervullen. Waar ben je de bok? En waar komt dat eigenwijze gedrag van die vrouwen vandaan? Ja. Ja, dat komt van de media. Ja. Er wordt een beeld geschetst van mannen en vrouwen, waarbij die vrouwen dan zichzelf moeten laten gelden. Maar dat moet helemaal niet. Die vrouwen moeten die moederrol vervullen. En zorgen voor het gezin en goed luisteren naar de man. Ik weet nog, we zaten bij de relatietherapeut en die vrouw zat er eerst te kankeren. Ja, zei ze, we moeten één lijn trekken naar het kind toe. Dat vind ik belangrijk. Ja, zei die therapeut, dat lijkt me ook, ja. Ja, maar dat gebeurt niet. Oh, zei de therapeut, noem eens een voorbeeld. Nou, zij komt met een voorbeeld. Ja, ja, zei de therapeut. Weet je nog een voorbeeld? Ja, ze wist nog een voorbeeld. Nou, met dat voorbeeld. Ja, ja, zei de therapeut. Nou, zei de therapeut, stop maar. Want die voorbeelden die je nu noemt, behelzen weliswaar dat je niet hetzelfde denkt over wat je zou moeten doen gegeven een bepaalde situatie. Maar dat komt omdat Perry, dat is een man en die doet de vaderrol. En jij bent een vrouw en je doet de moederrol. En die twee rollen die zijn verschillend. Dus je insteek is anders. Maar jullie hebben het over hetzelfde. Jullie trekken één lijn. Alleen jij trekt hem vanuit je moederinzicht. En hij trekt diezelfde lijn vanuit het vaderlijke inzicht. Begrip die vrouw niet. Die was alleen maar boos dat ze de zin niet kreeg. Dat is zielig natuurlijk voor haar, hè, dat ze zo'n verwrongen geest heeft. Ik weet nog dat mijn tante, de oudste zus van mijn vader, dat hij na de scheiding die moeder belde en die vroeg van hoe gaat het nou? En dat de moeder van mijn kind verzuchtte van oh, het is zo zwaar. Ja, vind je het gek? Want zij deed nooit een kut in huis. En al dat werk, dat deed ik. En toen ik wegging op 1 januari 2010, zo'n beetje. Ja, toen deed ik natuurlijk niks meer. Toen moest zij zelf de lege flessen wegbrengen. En de vuilniszak. En de vuilnisbak schoonmaken. Het doucheputje uitmesten. Elke dag de afwas doen. Elke ochtend ontbijt maken. Ja, ga zo maar door. Al die dingen deed ik. En dat had zij niet in de gaten. Dat is een mooie boel. Dat had iemand haar mogen vertellen. Van, goh, wat een fijn gezin heb je. Wat moet het een zegen zijn voor jou om in zo'n omstandigheid de moeder te mogen zijn. Maar dat was dus niet. Niemand heeft dat tegen haar gezegd. Dat heb ik ook later pas gehoord. Hè, dat wij waren wettig getrouwd. En als je zo'n wettig huwelijk hebt, dan bestaat er zoiets als de scheiding. De vrouw mag dat aanvragen.
Maar vroeger was dat het alleen maar kon als de man huiselijk geweld pleegde. Of als de man vreemd ging. Dat waren de twee redenen. En als je als man dus A of B deed, ja, dan moest je er niet gek van staan te kijken dat je vrouw dan zei van nou, oké, dan wil ik scheiden. En dan kreeg ze nog de zin ook. En dan kon jij je boeltje pakken, oprotten, naar je eigen plek en vervolgens zorgen voor alimentatie. Dat was dan de straf voor de man die huiselijk geweld pleegde. En dat kan ook zijn geestelijk geweld. Of dat je veel te veel suipt, dan kom je elke avond dronken thuis en je kent het wel. Allemaal redenen voor de vrouw om er een punt achter te zetten. Maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. Tegenwoordig mag een vrouw zomaar beslissen van ik heb er geen zin meer in. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Van doe mij het huis maar, de helft van het liquide vermogen, van de poen. Een fijne alimentatieafspraken en... mannetjes genoeg die die rol van de vader wel kunnen overnemen. Wat is in mijn geval gebeurd is. En daar was ik bijzonder gefrustreerd over. Dat kan ik je wel vertellen. Dat was ook de reden waarom ik... toen ik de verantwoordelijkheid voor mijn dochter niet langer hoefde te dragen... omdat zij wat ouder werd. Toen ben ik naar de supermarkt gegaan. Het ging natuurlijk toch wel, maar... daar heb ik het allergoedkoopste, zwaarste bier gekocht. 99 cent voor een halve liter. En een 6 van die halve liters per dag. Jeetje, wat een leuke tijd. Ja, 6 halve liters bier van 10%. Hoe krijg je dat weg? Nou, met een tientje wiet erbij. Ja, niet een tientje wiet per dag, maar... Ja, maar 3-4 euro wiet per dag. Tabak natuurlijk ook. Niet te veel eten, want anders krijg je zo'n vol gevoel in je buik. Niet elke dag eten, want dat kost alleen maar geld. En dan een beetje naar Netflix kijken, met je dronken kop, die half stoned is. En naar de sjamaan. Oh, wat heb ik allemaal gedaan, Daan? Ja, ik was redelijk gefrustreerd. Verdorie zeg, je doet zo je best. En van alle kanten krijg je op je kloten. Ik denk, ja, flikker toch op. Ik heb ook een diep disrespect voor mannen die vreemd gaan. Die ken ik ook hoor. Ik denk, ben je een sukkel, man? Je hebt de verantwoordelijkheid voor een gezin. En dan ga je neuken met een miep van de typeafdeling. Dat is echt schandalig, vind ik. Dus niet lust te zeggen dat ik dat helemaal niet gedaan heb. Mijn oog viel niet eens op andere vrouwen. Want ik had... Een wettig huwelijk en een kind. Ja, dat verandert je hele leven. Ik weet nog dadelijk op vrijdag. Die vrouw, een rare boon was het ook. Op maandag wilde ze dat ik vegetarisch kookte. Op dinsdag mocht ik dan met vlees koken. En op vrijdag moest ik met vis koken. En dan zondag, dan haalde ik wat bij de Surinamer of bij de pizzaboer of zeg maar Indonesisch. Nou, vrijdag dus vis halen. Dan heb je die grote vishandel hier in Arnhem, de Gamba, heel beroemd. En dan liep ik terug naar de Spijkerbuurt en dan kwam ik langs Café de Wacht. Nog even dan een biertje. Dan nam ik 1-2 glaasjes bier. Of glazen bier. Nou, dat is vrijdag, toch?
De Vrij Mibo. En dan zat ik eraan de toog van die gezellige kroegvrienden. Die vierden ook allemaal de Vrij Mibo. En dan keken ze me aan en zeiden, wil je er nog een? En dan stapte ik van mijn kruk en dan zei ik, nee, ik moet eten koken voor mijn gezin. En dan pakte ik het tasje van de gamba en dan zat die vis, die zat erin. Lekker vacuüm verpakt. Dus dan kon je makkelijk even in een café de wacht gaan zitten. En dan liet ik mijn vrienden alleen. En die gingen verder drinken, broeren. En ik was dan heel gelukkig. Want ik denk, ja, als ik dan geen gezin had gehad, dan had ik ja gezegd tegen dat derde biertje. En dan had ik ja gezegd tegen het vierde biertje. En dan had ik mij verantwoordelijk gevoerd om ook even een rondje terug te mappen. En dan zet ik alweer een 5 bier. En ja, en voordat je het weet, kijk je op de klok en denk je, hè? 11 uur? Ik zit hier al 11 min 5. Ik zit al 6 uur in de kroeg. Ja, ik ken het toch, ik ken mijn eigen toch. Dacht ik, nee, dat kan mij niet overkomen. Want ik moet avondeten maken. Voor mijn gezin. Ik was de koning te rijk. En dat gooi je toch niet weg. Ja, de moeder van mijn kind die was er erg makkelijk in. Die heeft dat weggegooid. En kwam toen tot ontdekking van hij zich. Het is helemaal niet leuk als je gaat scheiden. En het is eigenlijk best de toestanden. Ja. Maar toen was het te laat. Hè? Heel verschrikkelijk. Voor haar dus ook. Hè? En voor het kind. En bijzonder vervelend. En dat er geen enkele, ja, hoe moet ik zeggen, compassie is, of begrip is, vanuit de omgeving of de samenleving, of zeg het maar. Iedereen doet alsof het normaal is. Maar het is niet normaal, het is aberratief, het is afwijkend, het is pervers. Want het gezin, dat zijn de stenen van de samenleving. En waaruit het gebouw van de samenleving is opgebouwd. Dan krijg je stabiele kinderen van. Want de eerste cijfers druppelen door. Hè? Van, hoe het afloopt met kinderen van gebroken gezinnen. Dat is opvallend hoor. Veel meer mensen in psychische problemen of maatschappelijke problemen. Ze zijn vaak zelf ook niet in staat om een stabiel gezin te stichten. Dus dan krijg je weer een nieuwe gebroken situatie. Moeders in de bijstand. Kinderen die in relatieve armoede opgroeien. Ja, daar gaat je samenleving. Daar is niks positiefs aan. Ja, maar ik vind dat de vrouw zelfstandig moet zijn. Nou, dat moet ze helemaal niet zijn. Net zo goed als een man niet zelfstandig moet zijn. Nou, even die Bijbelteksten weer bijhalen. De man die zal zijn vader en zijn moeder verlaten. Om samen te gaan met een vrouw en zij zullen één vlees zijn. En dan ben je als man afhankelijk van een vrouw, want je wil kinderen. Dat is een natuurlijke wens van de man. Als de man gezond is dan. Hè? Voor een gezonde man. Die wil kinderen. Nou, daar heb je een vrouw voor nodig. En die vrouw, die moet die afhankelijkheid hebben van die man. Hè? En wat er nu gecreëerd wordt, is dat die vrouw die mag de stekker uit de stopcontact trekken op elk willekeurig moment. En krijgt dan ook nog van alles. Allemaal hulp van de overheid in deze of gene. En dan denk ik, jeetje, kreetje. Ja. Is toch schandalig? Dat wil je toch niet?
Dat wil je niet als samenleving. Het is belangrijk dat die gezinnen in stand blijven. Er was vroeger zo'n uitspraak van mensen die bij elkaar bleven, zo'n vader en een moeder, voor de kinderen. Voor de kinderen bleven ze bij elkaar. Dat is wel zo belangrijk. En er werd toen afgeschetst, of er werd toen geschetst als het ergste wat er is. Dat je bij elkaar blijft voor de kinderen. Want de liefde is voorbij. Nou, dat laatste, dat kan helemaal niet. Kijk, als je een persoon ontmoet, en dan heb je zoiets als verliefdheid of zo. Hè? Ja, die gaat voorbij. Maar uiteindelijk is ieder mens een mens, hoor. En die poept en die piest en die heeft zo zijn eigenschappen. En ja, op een dag dan ken je elkaar uit en te na en dan zitten er geen verrassingen meer in. Of juist wel dat je partner na jaren wat anders wil. In de zin van ander werk wil. En misschien dat je partner zegt van, nou, ik zou toch heel graag willen verhuizen naar Noord-Frankrijk. En daar iets van een camping willen beginnen. In de buurt van de Vogezen. Dan moet je... dan moet je als man of als vrouw, maar wie dat wil, hè. Nou, kijken hoe je daar samen uitkomt. En dat hij zoiets zou willen, die man van jou. Of een camping in Tsjechië of zo. Dat is goedkoop, hoor. Nou. En Tsjechië is niet zo ver weg, hè. Dat is voor een Nederlander, Nederlands publiek, prima te doen, hè. Maar ik noem maar wat, hè, als je dat op latere leeftijd wil. Je moet samen, je moet die keuze maken dat je tot één vlees geworden bent. En dat is het dan. Ja, en je vrouw, dat was ooit een hot bitch. Toen ze 18 was. Maar toen kwamen de kinderen. En als je vrouw dan 3 kinderen heeft gehad. En dan komt de ouderdom. Dan wordt het haar wat grijs. En krijgen ze veel zwangerschap, striemen. En je weet het allemaal wel. Ja, dan is het niet meer die hot bitch. Nee. Maar dat maakt het niet uit, man. En daar zouden ze tv-programma's over moeten maken. Hè? Over hoe dat proces moet lopen. Ja, hoe mensen die dan ouder worden en dat de kinderen de deur uit zijn. En hoe ze het dan toch voor elkaar krijgen om er wat leuks van te maken. Door Lonneke haar ouders bijvoorbeeld. Die man, dat is niet haar biopapa. De biopapa, ik weet niet of hij nou overleden is. Dat is een naar verhaal, daar zal ik niks over vertellen. Maar die was vrij snel de deur uit gegaan. En terecht. En die moeder, die heeft noem het maar een jeugdliefde. Mee aangeknoopt en toen was Lonneke misschien 3 of zo, 4. En toen kwam die man in huis, Theo heet hij. Nou, inmiddels is dat, want Lonneke is nu in de 50, dus maar 45 jaar geleden. Een aardige kerel hoor, die Theo. Ja. En die heeft iets van zo'n caravan, ergens op zo'n een camping. Nou, als ze me even de kans krijgen, dan wordt Toos, dat is de moeder van Lonneke, Theo en Toos.
Wat toos in de auto gepropt. En dan allemaal koffers erbij en allemaal meuk. En dan, huppakee, dan gaan we naar de camping. En Theo is een aardige gozer. En dan zei Lonneke ook nog, want het is dus een paar maanden geweest bij de ouders. En ik heb Lonneke mogen brengen. Hè? En mogen ophalen. Het is een hele eer. Dat zal Lonneke en haar ouders zullen dat niet snel vergeten. En daar gaat het mee om. Hè. Ik ben van de Bijbel. Hè. Verzamel u geen schatten op deze aarde waar mot en roest ze zullen bederven. Eerder verzamelt u uw schatten in den hemel. Zo. Gewoon Lonneke naar de ouders gebracht. Hè. Pok aan het rijden, want ze woont helemaal in Geleen. Dat is 20 kilometer boven Maastricht. Ja, Lonneke die zat daar en dan vertelde ze mij na afloop van, oh, zei ze, dat was zo lief. En zaten ze met z'n tweeën achter de computer een of ander computerspelletje te spelen. Alsof ze elkaar net hadden ontmoet en ze nog steeds verliefd waren. Ja, dat is de manier. Hè? Dat is de manier om het te doen. In het leven. Het is geen garantie dat het ook allemaal dan fantastisch goed gaat. Want in dat gezin zijn ook zo de dingen gebeurd. Maar die ouders hebben daar geen schuld aan. Ik zou niet weten wat. Ze zijn netjes bij elkaar gebleven. Respectvol met elkaar omgaan. Maar ja, die kinderen die gaan ook naar buiten en doen daar ook van alles. En daar heb je als ouder weinig invloed op. Maar wel de manier om het te doen, wat Theo en Toos hebben gedaan. Ze hebben een leuk flatje. En Thea die moest, weet ik veel, die moest een operatie ondergaan. Oh, nee, wat zeg ik nou? Toos. Toos moest een operatie ondergaan. En Theo die bracht haar dan naar het ziekenhuis, die ging op bezoek en zo. En even later was Theo de bok en die moest iets voor zijn staaroperatie. Ja, en dan kwam Toos op bezoek. Niet tegelijkertijd in het ziekenhuis gaan liggen, want dat is wel onhandig. Maar dat ging al mijn overleg. Kijk, dan ben je lekker met z'n tweeën. Snap je? En je kent elkaar van haver tot gort. Je kan zeggen dat het saai is. Maar aan de andere kant, je kent elkaar van haver tot gort. Dat is ook alweer prettig. Snap je? En misschien niet zo heel exciting. Maar dat is dan maar zo. Je bent gelukkig. Of zoals Schopenhauer zei. Je kan niet echt gelukkig worden. Wat je wel kan doen, is dat je ongeluk vermijdt. Kijk. Iemand die gelukkig is, heeft geen ongeluk. Zo zei hij dat. Geluk is een negatief begrip in die zin dat geluk dat staat voor het ontbreken van ongeluk. Deze uitzending ging over wereldsmart. En vaak huilt mijn hart bij het gemis aan wat er eens was. En het onderwerp was het gezin. Ik hoop dat dat weer terugkomt. Oeh, zei de jankende wolf in het donkere bomenbos. Hey, dag lievers. Op zijn Hamburg zeg ik dat dan, hè. Tjus. En sticht een gezin.